Ik heb de foto van Gerard gebruikt voor een voorbeeldschilderijtje. In die foto, die eigenlijk niet heel bijzonder is, de plek is wel bijzonder, maar het is vooral één massa groen. En het leek mij wel eens interessant om eens te kijken van hoe maak je nou van een vlakke groene partij, hoe maak je daar nou een schilderijtje van? Nou, als je met groen en zonlicht, dan is het vaak wel handig of een manier om dan eerst eens met geel te beginnen, omdat je dan al een zonnig effect in je schilderij al direct al bewerkstelligt. Ik schilder met een watergedragen verf, omdat dat lekker snel gaat, kan ik snel een voorbeeldje maken van. Maar dit zou je ook met olieverf kunnen doen, een beetje terpentine, oplosmiddel, de eerste aanzet, tekeningetje gemaakt met een potloodje. Dus die eerste grote partijen, dit is de meest grote partij die ik maar kan bedenken daarin. Dat is de blauwe achtergrond en het gele het groen, ondergeschilderd met geel. Dus die ga ik nu opdelen in meerdere vlakken. Dus begin met de meest ver wegstaande loof. Die zijn het meest grijsgroen. Als je goed in die foto kijkt, dan kan je er doorheen kijken en dan zie je helemaal diep in de achtergrond het meest grijzige groen. Dus ik schilder overigens maar met een paar kleuren. Er zit nog meer op mijn palet, maar die heb ik eigenlijk niet gebruikt. Ik heb geschilderd met Fatalo blauw, cadmium geel en krablak. En wit. Dus eigenlijk maar drie kleuren. Dus door die te variëren kun je met krablak erbij, kun je natuurlijk allerlei bruinen en dan kan je ook groene kan je afdempen. Dus ik zet nu de tweede kleurvariant erin. De wat bruinigere kleuren, die er ook in voorkomen natuurlijk. Met de grootste kwast die je kon vinden. Volgende stap is het meest heldere groen dat ik denk te zien. Dus het Fatalo blauw met geel. Dat geeft een vrij helder groen. Ik meng het wel steeds in dezelfde pudding, waardoor het toch niet echt keihard wordt. Nou, de volgende tint is de bladeren het meest in de schaduw, het meest vooraan. Daar zit meer blauw in en ook nog wat krablak. Gaan we die erin zetten. Het idee is dat je grote, overzichtelijke partijen eerst maakt en die dan gaat nuanceren met kleinere toetsen. En dat steeds heen en weer, want het lukt, althans bij mij lukt het niet om dat in één keer naar mijn zin te maken. Dus ik moet regelmatig weer toetsjes bij elkaar vegen tot een grote partij en het dan nog eens proberen. Overigens, dat geel, dat laat ik vrij grote rol spelen in die achtergrond, omdat dat hele witte, dat is natuurlijk een overbelichtingseffect dat in die foto zit. En ik zei al, van het is niet een hele interessante foto in die zin dat er nou iets bijzonders gebeurt, maar dat licht dat erachter zit, dat leek mij juist wel het onderwerp. Dus door dat extra kleurig te laten, extra geel, hoop ik dat dat straks een interessantere plek in dat schilderij krijgt. Dat schermgroen dat erboven hangt. Dat is natuurlijk wat minder interessant. Nou, als je er dan een paar nuances op heb staan, dan kom je tot de ontdekking, oh, die bomen in de achtergrond, die heb ik toch wat te donker geschilderd. Dus ik ga die wat lichter maken, door eigenlijk dezelfde kleur te gebruiken, hè, dat grijs-groene, en dan meer titaanwit toe te voegen. Zodat er een groter verschil komt tussen die drie kleurgroepen in het loof. Dan ga ik eens kijken of ik in het heldere groen gebied wat accenten kan gaan plaatsen.
Nog een klein beetje wit bij te voegen en wat meer geel. De boomstam wat meer nuancering geven. De donkere gebieden die niet echt groen zijn. Maar omdat ik in diezelfde menging mijn bruinen maak, krijgen ze toch iets groenigs. Zo'n boomstam is natuurlijk niet bruin. Die heeft ook allerlei nuanceringen van, ja, van grijs naar groen, naar bruinachtig grijs, bruinachtig groen. Grote dikke eik op de achtergrond die vangt veel licht. Maar zijn schaduw moet ik niet te zwaar maken, want ik wil dat hij achter die linkerboom blijft zitten. Nog weer een keertje die diepte in die achtergrond wat blauwer maken. Kijken of ik dan toch die diepte erin kan houden. Je ziet als je je verf niet te dik... dan kan je vrij lang doorschilderen. Je zou dit ook met acrylverf kunnen doen. Maakt eigenlijk niet uit. Het principe blijft hetzelfde. Olieverf, acrylverf, gouache. Nu met geel en wit proberen in het loof een beetje in te hakken, zodat er een interessantere contourlijn aan dat gebladerte ontstaat. Want je moet natuurlijk voorkomen dat het een te strakke gestileerde bedoeling wordt. Nou, kraplak, geel, een beetje blauw geeft een mooi grijs. Om dat pad in te schilderen. Nou, die twee groepen, donker en lichtgroen, die zijn wel wat te hard, hè? Dus ik ga nu met een fris groen. Fris groen is geen woord, hè. Cadmiumgeel met een beetje fatalo, heel klein beetje rood. Ga ik daar in het donker wat lichte plekjes aanbrengen en in het licht wat donkere plekjes. Zodat het een wat natuurlijkere overgang krijgt. Ook er komt wat meer nuancering in de stammen. Dus voortdurend heen en weer gaan. Tussen kleine accenten aanbrengen en het grotere geheel in de gaten houden en soms weer creëren als het verdwenen is. Over het loof doe ik een dun laagje transparant donkergroen, het donkere gedeelte, en over het pad een dun laagje kraplak, zodat er duidelijk verschillende kleurgebieden ontstaan. Roodachtig aan de voorkant, groen aan de andere kant, de bovenkant. Ik heb nu met een grote kwast helder groen over de bovenkant gezet. Dat kan natuurlijk niet met natte olieverf. Dat zou ik normaal gesproken met een olieverfschilderijtje bijvoorbeeld de volgende dag doen.
om toch wat binding te maken met al die vlekjes die daar te nadrukkelijk zijn. Zoals ik al zei, het is dus een heen en weer schuiven van groot naar klein naar groot. Ik heb de zijkanten van het schilderijtje heb ik nog wat grijzer gemaakt. Zodat er, het was iets te veel een scherm. Dat was natuurlijk op die foto van is dat ook wel zo. Maar, hè, dus als je naar de rechterkant van het geboomte heb ik wat grijzer gemaakt. En daar wel weer wat toetsjes in geplaatst. Zodat er ook een zekere diepte in komt. Nou ja,